Francis, we hebben ramen. Ja, inderdaad. Die zitten er sinds 2 weken. Sinds 2 weken, ja. Zoiets. Nou, ik had ze gewoon helemaal niet gezien. Het zijn een mooie lange ruit. Ja. Maar Francis, we staan natuurlijk niet voor de ramen voor het gebouw. Maar voor jou, want jij bent de eerste en de enige vrouw hier op de bouwplaats van de Schouwburg. Ja, dat klopt. Ik ben stagiair van de HZ. En ik heb de mazzel dat ik mee mag kijken hier op de renovatie van de Schouwburg. Dus, maar je bent stagiair van de HZ, wat je doet? Bouwkunde? Ja, klopt. En daar ben je net mee begonnen of hoe lang doe je dat? Ja, dit is nog maar mijn eerste jaar, dus dat is allemaal nog een beetje nieuw. En dan loop je nu stage bij bouwgroep Peters? Ja, dat klopt. En het is echt een beetje een oriënterende stage. Ik loop mee met Henk Minderhout, de uitvoerder. Algemeen bekend inmiddels hier. Ja, ja. Precies. En dat is gewoon hartstikke leuk. Je mag overal meekijken, meepraten, vragen stellen. Ja, want je kijkt gewoon hoe hij werkt en hoe het plan wordt uitgevoerd of hoe het plan ja. is. Of... Ja, klopt. En dan neemt hij me soms mee om dingen te doen. En zo van, kijk, hier moeten we even naar kijken, daar moeten we naar kijken. Soms geeft hij me een lijstje met opdrachten. En dan moet ik even al die mensen af en vragen hoe en wat. En of ze verder kunnen. En dan vertelt hij me een beetje wat ik moet doen. Ik ben natuurlijk nog maar net begonnen, dus het wordt me nog een beetje verteld hier en daar. Maar ik ken jou vooral uit het uitgangsleven. Maar ik ben wel geïnteresseerd van waarom kiest een vrouw voor bouwkunde? Want blijkbaar... is dat toch niet zo? Komt dat niet heel veel voor als jij hier de enige dame bent? Ja, nou ja, goed. Even denken. Ja, vroeger vond ik het ook wel leuk om van alles te bouwen. Toen was het met Lego. En op een gegeven moment ben ik gaan reizen. En toen kwam ik op bouwprojecten van non-profit organisaties terecht. En ja, toen was ik verliefd. Toen dacht ik, ja, ik ga die omslag maken. En ik ga het gewoon proberen. Ja, en ben jij een echte Middelburgers? Nou, ik ben geboren in Vlissingen. Maar okay. Ik woon wel nu in Middelburg. Sinds een paar jaar. Ja. En... als jij dan nu, dan noem ik je gewoon een Middelburgers, hè? Ja. Maar als jij dan als Middelburgers eerstejaarsstudent bouwkunde naar dit project kijkt, wat vind jij daarvan? Wat is jouw indruk hiervan? Nou, als ik eerlijk ben, vind ik het ontzettend leuk, want het is gewoon een welbekend gebouw. En ja, gewoon een ontzettend mooie locatie. Ik hou van Middelburg, ik vind Middelburg ontzettend mooi. En gewoon omdat het zo'n bekend gebouw is, vind ik het echt wel... wel een beetje een eer dat ik hier mee mag kijken, zeg maar. Dat dit mijn stage is, eerste jaar, en ik kan nog niet zoveel en dat ik toch hier mag zijn. Hartstikke druk tijdens de afbouwfase, dus... Ja, er gebeurt nu heel veel op het moment, hè? Ja, het is echt een af- en aanlopen van verschillende bedrijven en mensen die iets moeten doen, die elkaar nodig hebben, moet afgestemd worden enzovoort. Dus het is lekker druk en lekker leerzaam dan, dus... Maar met de beperkte kennis en ervaring die jij hebt, zijn er al dingen waarvan je zegt, nou, dat zou ik zelf toch anders doen als ik de vrijheid had? Of is dat nog te vroeg om dat... Ja, dat is echt te vroeg. Ja. Ik ben echt nog aan het leren van hoe wordt er gewerkt, hoe werkt een uitvoerder, wat voor soort problemen loop je tegenaan. En ja, mijn eigen mening daarover vormen? Nee, nog niet. Ik ben vooral bezig met luisteren kijken, van wat wordt hier nou gedaan met het probleem? Of hoe kijken verschillende partijen er tegenaan? En... Maar zo'n Henk Minderhout, die wordt alom gewaardeerd. Maar ik heb al een paar keer gezien dat als hij uitleg doet of dingen, dan doet hij dat allemaal met een stokje tekent hij in het zand of met een stift op de muur. Hij doet alles ter plekke met de spullen die hij heeft. Maar zou jij dat met een computer doen? Of ben je wat dat betreft anders of jonger? Nou, voor dit soort dingen, kijk, natuurlijk als dat wordt op school ook geleerd, als je iets moet tekenen, dan wordt dat zeker op de computer gedaan. Maar hier, als er even iets uitgelegd moet worden, dan wordt er inderdaad of gewoon een tekening bijgepakt als die op dat moment voor de hand ligt. En anders inderdaad gewoon getekend, zo van ja, zo moet het zijn. En dat is toch iets makkelijker, want soms moet er gewoon even wat uitgelegd worden van dit is wat er staat of dit is wat er is en dit is wat moet worden. Ja, precies. En dan hoef je niet gelijk voor achter de computer, er wordt gewoon nog steeds een heleboel gekrabbeld. En je hebt ook wel vertrouwen dat het hier allemaal op tijd klaar komt? Nou ja, ik denk het wel. Het is wel echt een race tegen de klok als ik het zo allemaal mag horen. Maar ja, er is altijd wel een beetje uitlopende bouw, heb ik begrepen. Maar ik geloof dat ze het wel redelijk op tijd gaan redden, denk ik. In ieder geval redelijk, wat ik heb gehoord. Dus, Nou, dan nog laatste vraag. Was vorig jaar en dit jaar heel hot MeToo. Zijn ze allemaal een beetje aardig voor je, de mannen? Dat is helemaal prima. Gewoon geaccepteerd collega's. Ja, absoluut. Je hoeft je niet te bewijzen, dat soort vrouwen. Nee, helemaal niet. Ze zijn ontzettend behulpzaam en aardig en gewoon normaal. Niks aan de hand, gewoon normaal. Dat is goed om te horen. Ja. Hey, dankjewel voor je toelichting en heel veel succes met je stage. Dankjewel, helemaal prima. En,